mensen en welkom hier weer op een gloednieuwe video hier op mijn kanaal. Mijn naam is Enklitsch. Doe alvast dat blauw duimpje omhoog. Vergeet ook niet te abonneren als jullie dat nog niet gedaan hebben. En welkom hier op de vlog. Vandaag ga ik samen met BLO, der BLO's, Dylan Moons, gaan we Halloween pranks doen deze avond. Ik heb het mes gevonden. Ik weet nu niet waar het ligt. Ah ja, ik weet weer waar het ligt. Het ligt... Sorry guys. Hier is het mes dat wij gaan gebruiken. Ik heb er zilverpapier op gedaan en zo. Om het een beetje meer echt te laten lijken. Natuurlijk. Er is wel een klein probleem. Al dat nepbloed dat er binnen in dat mes zat. Want dat was plastic natuurlijk. Komt daar allemaal uit. Maar we gaan secondenlijm kopen. En we gaan dat vaststepen dat er geen nepbloed meer uitkomt. En zo, et cetera. Ik wil jullie alvast bedanken voor de 200 abonnees die jullie me hebben gegeven. Dat doet mij heel veel plezier. Ik weet nog, ik moet de 150 sub-challenge ook nog doen. Maar ik wacht tot ik mijn PlayStation 4 camera heb, omdat ik een superleuke challenge heb gekregen van iemand. Met dingen. Dus per kill dat je doodgaat in Call of Duty, dat je een smoothie moet maken en dat je zelf allemaal gerechten in een mixer moet doen en opdrinken. Maar zoals jullie weten, ik ga super veel dood in Call of Duty, dus ik ga er heel veel mogen inkappen. Let's fucking go met de vlog! Dus guys, nu eerst naar de Gamma in Tiene voor mijn stagebundel te laten invullen of alles in orde is. En ja, we zijn onderweg. Yo guys, we hebben nu de BLO der BLO's opgepikt. Dit is dus Dylan Moons waar we de pranks deze avond mee gaan uithalen. Als we nog leven dan. Ja. We zijn naar de Gamma geweest al ondertussen. Stagepapieren zijn in orde. Zijn haar. Kijk, nee, normaal. Het is grijs een beetje. Dat komt van hem, hè. Nee, niet van mij. Dat komt door u zelf. Nee, van u zelf. Moest er zo een billboard komen met BLO, dan zou die zo hier moeten staan en dan zo een richtingwijzer naar hier. Dat is niet meer lamp. Ja guys, jullie gaan lachen vanavond. Echt, met deze video ga je kapot lachen. Ja, ik ga op de grond liggen. Ja. Ja guys, die BLO heeft nog veel meer gekocht dan die bloedcapsules. Ja. Hij heeft ogen. Deze gaat hij aandoen omdat hij een zombiepak heeft. Ja, van een dokter. Van een dokter, hè. Briquet, hè. Een briquet. Dat is zien. En die ga ik deze avond opdoen. What the fuck. Oh, yo. En dan heeft hij nog dit gekocht. Het ziet er zo raar uit. Nog meer fake bloed. We zitten nu al terug op de bus naar Leuven, dus... Eerst een drank. Dit is de BLO, zijn kostuum. Ja, zie je, dat is opgepropt, jongen. Het is gewoon een dokterdingen met wat bloed op. En al die shit. Gaten. En wat gaten in de kleren, typisch. Dat krijg je van je kop te zien. Ja, dat zal... En dan nog voor de avond... En dan nog voor deze avond amuseren, hopla. Hier, ja. Deze heeft hij ook gekocht, Jack Daniels. Hola. En dan deze nog. Wow. Jij wilt stom dronken worden of wat? Wat niet? What the fuck? Jij bent aan valies mee, hè? Ja. Je serieus? Nog een avond. Doe normaal. BLO. Jentog is een BLO. Moet je shout-out doen naar iemand? Ja, Jentog is een BLO. En Kim, je bent een homo. Yo guys, we proberen mensen te pranken, maar het is niet gemakkelijk omdat hier bijna geen kat op straat moet lopen. Ja, we hebben het gezegd, hè. BLO. Sean achter mij. Dames en heren, zien jullie deze fles? Sean achter mij, hier Turbulence. Link vind je onderaan in de beschrijving. Deze fles,
Dat is gewoon maar multivrucht, hè. Zit niks bij. De ket is al dronken, zo. Dus we proberen mensen dus op straat te pranken, maar de bedoeling is dat er mensen moeten rondlopen. Maar er loopt echt letterlijk geen kat op straat, omdat er iemand is gaan kotsen in de... Ja, zo genoeg het verhaal maar. Iemand moest kotsen in de glijbaan, in, of wat die attractie ook was, in, op kermis. Dus ambulance komen en politie. En kermis gesloten, dus niemand meer buiten. Ja, dus daarom dat we ook letterlijk geen kat zien op straat. Ja, schoon auto's en motto's en brommers. Maar ja, kunnen niet mensen zo gaan pranken, dus uit het midden van de straat, want dat is levensgevaarlijk. Dus, maar moesten we mensen alleen zien, ja, we pranken ze sowieso. Dus ja, ik vind het heel spijtig. Maar we blijven doorzoeken tot een uur of drie s'nachts. Hé, hey, laat die lekkere meid zien in de... Ja, Cody is er ook bij, dus ja, maar hij speelde voor cameraman, maar hij kan geen cameraman spelen als er geen... Hé, hey, daar is die lekkere meid, kom geen... aan. Hou je bek even, ik ben aan het vloggen, man. Nee. Ik ben up-to-date aan het doen. Dus ja, het is heel spijtig als er geen mensen op straat zijn, kunnen we ook niemand niet pranken. Maar sowieso de eerste, we gaan tot 3 uur s'nachts rondlopen, dat we iemand kunnen pranken. We moesten om 2 uur thuis zijn. Ja, pech dan even. Dus we lopen tot 3 uur s'nachts, 2, 3 uur s'nachts. En als we niemand vinden, ja, dan gaan we gewoon naar huis. Dan hebben we heel de nacht voor niks gezocht. Dus ja, ik hoop voor jullie guys dat we nog een slachtoffer vinden om te kunnen pranken. Dus ja, later up to date. Dit is zo, guys, dus zoals jullie kunnen zien, hier loopt letterlijk geen kat. Buiten de Sean, Turbulence en wat auto's, maar hier lopen nooit echt mensen rond om 10 uur 's avonds. Meestal is dat hier om 10 uur 's avonds vol een bak Halloween, wat kinderen. We gaan nu wat bijstraatjes doen om te proberen, maar... Letterlijk, hier loopt dus geen fucking kat, hè, mannen. Zoals jullie kunnen zien. Ja, juist die twee, die in één belo daar links. En dan mijn broer. Maar hier, kijk, hier loopt letterlijk geen kat, hè, mannen. Dus... Dat was de update. Letterlijk nog geen mensen, dus spijtig genoeg. Dus kunnen we ook niemand niet pranken. Ziet die BLO's lopen. Dus, zoals we zeiden, we gaan nog mensen zoeken tot 2-3 uur s'nachts om te kunnen pranken. Maar er loopt letterlijk geen kat op straat. Meestal, alle jaren is dat wel, hè. Dat ze meestal tot 10 uur s'avonds dat begint, maar nu is het ter vuren dood. Toen mijn broer te krijgen op de kermis, je kut, man. Verf je haar nog een keer grijs. Ja, man, is mislukt. Stomme kutkapper, jij, hè. Je bent vuile hoer. Ja, nu zit je met mijn bloed hier aan je pul. Oh nee, dan godverdomme hier. Ja, oogheid op je pul. Echt nu? Maakt hem al zorgen. Dat maakt mij kapot. Dus ja, later weer een up-to-date als we een slachtoffer vinden. Maar ja, zoeken is... Hem. Ja, maar dan weten de mensen dat ik zo een soort nep-YouTuber doe. Maar ik ben geen nep-YouTuber, ik ben een volledig 100% echte YouTuber, vraag dat maar aan Turbulence. Ja, dat is absoluut echt. Ik heb die 200 abonnees. Hallo! Holy shit! Holy shit! Holy fuck, guys. Sorry, maar ik heb dat dus. Zie ook letterlijk een kat en mensen. Hé, hey, mevrouw, kijk. Ja. Wil jij het op? Je doet weer niet normaal. Er kwamen juist een gezin langs daar. Ik ben mijn direct gaan neerleggen, zoals jullie misschien hebben gezien in de video. We zetten ons klaar om de scène te beginnen.
En wat doet dat? Dat gaat daar, dat gaat dat huis binnen. Dus ja, die prank is alweer mislukt. Ik hoop dat jullie, guys, we gaan blijven proberen voor de pranks. En ja, anders blijven jullie gewoon zien wat we de hele avond doen. Hè. Simpel is het. Guys, het is nu 3 uur 's nachts. Het is echt... We hebben ons letterlijk kapot gezocht achter mensen om te pranken, maar er is letterlijk niemand die op straat loopt. Gewoon al in groepjes met tieners, waar dat we weten van... Allee, waar dat ze zullen van weten dat we sowieso aan het pranken zijn, dat het geen echt ding is. Spijtig genoeg, niemand gevonden voor de rest. Wij lopen hier al van... Hoe laat, Bello? Wat is je Bello? Van 9 uur lopen... Niet, wij lopen hier al van 9 uur rond. We zijn... Het is nu 3... Nee, het was 1 na 9. Ja, 1 minuut na 9. Lopen wij hier al rond. Het is nu 3 uur, dus wat ik al zei. En een beetje rijken in de background. Oké, dat gaan we views pakken. Okay. Dus geen pranks, spijtig genoeg. Ik hoop dat jullie alvast van deze video hebben genoten. Doe alvast dat blauw duimpje omhoog. En volgend jaar proberen we het opnieuw. En ik prik niet meer af. Dus guys, hebben jullie genoten van... deze video? Doe dat blauw duimpje omhoog. Vergeet ook niet te abonneren en als je nog niet geabonneerd bent. Ik ga hier deze man laten tonen. Turbulence. Link vind je onderaan in de beschrijving. Hij was de cameraman voor deze avond. En ja, dan zou ik zeggen bedankt voor het kijken, guys. Tot de volgende video. Bye bye.